meekijken in de... Oh. Wat moet ik doen? Hey Emily, hoe is het ermee? Ja, goed. Ja, gaat allemaal goed? Ja, zeker. Ja. Absoluut. Ja, we zien elkaar regelmatig, maar moeders. Moeders, ja. Ja, dat komt al een paar keer voorbij. We hebben het er al eerder over gehad, maar... Heel veel mensen weten nog niet wat het is, dus aan jou het woord. Ja, aan mij het woord. Moeders is een concept wat vroeger eigenlijk al wel een beetje bestond, zeg maar. Maar wij hebben dit als moeders zijn een nieuw leven ingeblazen. Dus het is georganiseerd door moeders. Een paar meiden bij elkaar gekomen die vonden dat er weer tijd was om de zondagmiddag een beetje nieuw leven in te blazen in Middelburg. Dansen, muziek, live muziek, DJ's, hapje, drankje, vooral heel veel gezelligheid. Ik denk dat dat in notendop eigenlijk wel een beetje is wat, waar moeders voor staat. Een platform voor jonge talenten. Dat is eigenlijk wat we een beetje willen bieden ook. Of een podium voor jonge talenten. Zingen, muziek maken, kunst. Dus we doen ook een stukje kunst kunnen laten zien van jonge kunstenaars. En wij hopen dat dit gewoon een succes gaat worden. Waarbij we eigenlijk gewoon wel iedere zondag van de maand een mooi feestje kunnen geven. Ja, maar nu zeg je zegt het inderdaad allemaal in een notendop, maar dan zag ik al wat jullie hebben een fotoshoot gemaakt. En daar heb ik toch even terug. Want de locatie is het Schuttershof. En dat is een logische locatie vanwege de ruimte. En daar waren in het verleden op zondagmiddag ook heel veel dingen. Het staat voor de rest wel los van het Schuttershof. Hè? Dus jullie organiseren het echt. Ja. Dus, maar ik zag wel op die foto's, of die foto's van de fotoshoot, en zag ik wel heel veel bekende gezichten van dames die vroeger achter de bar stonden van het Schuttershof Café. Ja, ja, klopt. Dus, dat is eigenlijk een beetje ook de grap, zeg maar, van het hele gebeuren, is dat we toch een beetje die nostalgie van vroeger een beetje terug willen geven aan Middelburg. En waarbij iedereen eigenlijk zoiets had van ja, we missen dit gewoon echt enorm. En ook die meiden achter de bar, achter de bar stonden, vinden het ook superleuk om hieraan bij te dragen. De band en de zangeressen die ook zullen komen, die doen het ook eigenlijk gewoon voor omdat ze het willen leuk vinden om Middelburg weer te laten dansen. Ja, precies, op zondagmiddag. Ja. En is het daarmee ook een gratis evenement of is het betaald? Ja, het is voor deze eerste editie 5 maart is het gratis. Uiteraard zijn er wel wat dingen die betaald moeten worden, maar dat doen we nu eigenlijk volledig uit eigen zak. En we gaan door middel van loterijen, dus loodjes kunnen gekocht worden, proberen we eigenlijk zo een beetje geld weer bij elkaar te halen om een volgende editie te doen. En dat we op een gegeven moment natuurlijk ook die bandleden en iedereen die meehelpt ook wat kunnen betalen. Zeg maar. Ja, dat is fair enough toch? Ja, en dan ben ik ook heel benieuwd, hè, want zondagmiddag kan natuurlijk van alles zijn, maar we hebben rock, we hebben funk en weet ik het, wat voor muziek kunnen we hier rekenen? Je kan rekenen op echt een beetje de 70s, 80s, 90s, soul, funk, jazz, de groovy sound, zeg maar, waar we lekker op kunnen wiebelen, zoals Monique dat altijd zo mooi zegt. Monique Burgerhout, die was hier nou bij betrokken, want die had uiteindelijk een keer geroepen van waar zijn we zondagmiddag? Ja, waar zijn ze gebleven? Ja. Ik wilde het weer terug en zo is het balletje eigenlijk gaan rollen. We dachten van laten we gewoon de stoute schoenen aantrekken en dit gewoon gaan organiseren. Ja. Met heel veel enthousiasme van iedereen die een steentje bijdraagt eigenlijk. Dus het gaat helemaal goed komen. Maar het is dus op zondag 5 maart, de eerste zondag editie. Vanaf 3 uur? Vanaf 3 uur. Oké. Ja. Ja. En geen dresscode of niks, gewoon come as you are? Ja, gewoon als je maar gezellig glimlach meeneemt en je dansschoenen, dan is het eigenlijk goed. Ja, en er zijn nog wel een paar hele leuke dingen, maar die ontdekken jullie eigenlijk allemaal als jullie gewoon... Er is misschien nog één ding vermeldenswaardig, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die op zondagmiddag... het is heerlijk vinden om wat te gaan drinken, maar die gaan dan ook wel rond een uur of 6, 7 naar huis. Omdat ze de dag daarna moeten werken bijvoorbeeld. Ja. En dan is er echter ook een hele grote groep, bijvoorbeeld horecamedewerkers, die op maandag niet werken. Ja. En we zitten hier nu in 77, maar het feestje achteraf voor de liefhebbers is in 70, toch? Ja, er is een afterparty in 7 georganiseerd. Dus dan gaan de DJ's gewoon mee en dan wordt het gewoon een beetje takeover van... Ik weet niet of het echt een takeover wordt. Dus ze zullen wel een beetje in de stijl van de muziek zijn als van de middag. Maar 7 blijft wel gewoon 7. Dus het wordt wel gewoon echt een tof 7 feestje, zeg maar. Met iedereen die wil aansluiten of die wil doorgaan of wat dan ook. Sylvie zorgt ook nog voor een leuke toevoeging. Jullie krijgen allemaal bij binnenkomst een stempel. En met de stempel kunnen jullie voor 10% korting bij Sylvie's Pizzeria in de Lange Noordstraat en Sapori, naast het pizza halen. Ja, yes. Zo'n lekkere pizza zo. Dus. Ja, wij zorgen ook voor een klein hapje en sowieso voor een drankje. En voor de rest nog meer hele leuke dingen, maar gewoon, wij zijn iets meemaken, zeg ik. Komt helemaal goed. Ja. Put on your dancing shoes en tot 5 maart. Dankjewel. Oké.